Het is het dieptepunt uit Bo van Erverdorens tv-carrière, zijn bizar kritiekloze interview met collegaatje Gordon. De man die ministers en bewindslieden moet interviewen op de late avond van RTL4, liet Gordon zonder enige tegenspraak wegkomen met een lelijke beschuldiging aan het adres van zijn ex, en met het openrijten van een familietrauma. Catherine Kijl vindt het een ernstige smet op Bo's cv. Ik vond het echt heel jammer dat Bo in zijn programma Gordon niet aanpakte, in de zin van dat hij geen enkele keer aan hem vroeg: Denk je nou echt dat het helemaal nooit aan jou ligt? zegt ze in gesprek. Mensen die Bo steunen wijzen erop dat Casa de Bo geen journalistiek, maar amusement is. Natuurlijk, het is geen heftig journalistiek programma, maar juist met bekenden of vrienden kun je op een luchtige manier toch af en toe eens iets kritisch vragen. Het is raar dat Bo dat niet één keer deed. Hij heeft echt geen enkele, Catherine denkt net als mediakenner Victor Vlam dat Bo met Gordon heeft afgesproken om geen kritische vragen te stellen. Ik denk dat het afgesproken is met Gordon, dat die heeft gezegd: Ik wil één keer mijn verhaal doen, maar dan niet beginnen met zeiken. Als dat wel gebeurt, ben ik weg. Zoiets zal het, Bo is normaliter toch brutaal genoeg om alsnog een kritische vraag te stellen? Ja, dat idee had ik ook bij hem. Hoe zou Catherine dat interview hebben aangepakt? Meer iets van denk je nou echt dat jij nooit een fout maakt, dat je het allemaal perfect doet? Of denk je dat jij altijd maar op iedereen kritiek kunt hebben en dat helemaal niemand kritiek ze besluit Gordon doet alsof hij een slachtoffer is, maar dat is natuurlijk niet terecht als je zelf altijd iedereen afbrandt. Dan kun je verwachten dat mensen ook niet